Ja, net een heel mooi gesprek gehad met Guido Weijers, die wellicht wel de oplossing heeft voor het theaterprobleem. Hij zegt, nou, gewoon meerdere zalen met 30 mensen naast elkaar, en zo kom je toch boven de 100 zonder dat je de regels overtreedt. Cultuur in actie met een teller die inmiddels staat op 404.476. Cultuurinactie.nl, zeg het voort. Inmiddels aan tafel voor mij een legende. Ik ken hem van Mini en Maxi. Karel de Rooij. Dankjewel. Welkom, wat fijn dat u er bent. Ja, nee, graag. Het gaat me aan mijn hart, dus je moet je toch ook laten horen, al doe je niet meer optredend in het vak veel. Maar ik begeleid nog wel heel veel jongelui die nu heel moeilijk zitten. Ja, ja, ik zei het net al, ik noemde u een legende. Met andere woorden, u gaat al heel lang mee. U zit al heel lang in dit vak en heeft ook al heel veel meegemaakt. Heeft deze sector het eerder heel zwaar gehad? Nou ja, het is al vaker voorgekomen. Zo extreem als nu weet ik niet, maar ik weet wel dat ik 50 jaar geleden met Peter, met mijn collega, deden wij schoolconcerten. Kwamen we net bij Tom Manners vandaan en toen zijn we schoolconcerten gaan doen. En s'avonds weer optreden in theater met onze eerste dingen. Maar die schoolconcerten die hebben we toen gedaan en hebben we een keer een verhaal gemaakt. En dat ging over dat alles werd afgepakt. En we begonnen met een gedichtje, ik heb het even opgezocht weer. Ja? En dat was: minister Sieke Norris hield niet van cultuur. Ze vond die onzin veel te duur. Ze pakte voor straf alle instrumenten af. En toen zei ze tegen die kinderen, zesde klas. En toen zei ik ja, en toen ben ik naar daartoe gegaan, heb ik mijn knieën gelegen. Toen zei ik, mag ik één snaar van mijn viool houden, dat is deze. Ja. En mag ik mijn strijkstok? En toen zei ze ja, waarom niet, daar kan je toch niks mee. En zo haalden wij die kinderen, ook in de Schilderswijk, maar ook in Wassenaar. Ze waren allemaal hetzelfde. Maakten we ze nieuwsgierig naar, want als ik gelijk viool zou spelen, dan hoorde je wel in sommige wijken van miauw, miauw, en dan gaan we met kattengejank beginnen. Maar wij hadden, hier begonnen wij mee. En toen pakte ik dus dit dingetje, die snaar, en dan zette ik dat lucifersdoosje. En we hebben het nog steeds over 50 jaar geleden. 50 jaar geleden. Zo. En toen zei ik, en dan moet je dat open doen, anders heb je geen klankkast. En toen vroeg ik aan de juffie in de klas. Nou, dan zei je toch nog wel enkele dames, heeft er iemand een oogpotloodje? Maar ze mogen niet bij me komen nu. Dus ik heb me nu maar zelf meegenomen. En toen zei ik tegen die klas, dan moet je dat hier tussen doen. Want dan staat die snaar een beetje van dat doosje af. Dat is bij een viool ook zo. En dan kan je toch nog weer muziek maken. Met één snaar? Met één snaar. Wauw. Het is een eerste applaus al, hoor. Ja. Ja. Oftewel, ik laat me niet gek maken. Ik ga hoe dan ook door. Ik ga door. En ik denk dat ook wel bij elke kunstenaar, denk ik. Tenminste, ik zou het zelf niet kunnen laten. Maar er moet ook geen misbruik van je gemaakt worden, omdat we altijd maar doorgaan. Nou, daar hoor ik ook wel heel veel om me heen. Mensen die zeggen, de cultuur gaat kapot. Ja. Nou ja, dat is het gevaar ook nu wel. Maar in wezen gaat hij niet kapot. Alleen hoop je dat de overheid daar geen misbruik van maakt. Dat wij altijd wel weer wat vinden. En het is wel tragisch als je dan... Bedoelt u daarmee dat ze dan zouden kunnen zeggen van ze overleven het toch altijd wel? Ze overleven het toch wel. Desnoods gaan ze met één snaar spelen. Ja, en dat zou ik dan wel weer jammer vinden. Dus, maar hoe voorkom je die gedachte bij de overheid? Hoe? Wat zeg je? Hoe voorkom je dat? Dat men nou zo ja, in de strijd gaat staan? Dat zo natuurlijk niet werkt. Dit heeft ook weer met creativiteit te maken. En die creativiteit wil je ook graag laten zien op een normale manier. Maar dat deze sector creatief is, neemt niet weg dat ook deze sector hulp nodig heeft. Ja, natuurlijk. Ja, in welke vorm volgens u? Nou ja, dat heeft op sommige plekken met geld te maken als ze dat zelf niet kunnen behappen. Dat heb je natuurlijk. Hè. Ik vind het ook heel interessant nu dat bijvoorbeeld de gesubsidieerde gezelschappen, die gaan nu van start. Hè. Ik ga maandag of dinsdag ga ik naar Spuittheater. En dan ga ik kijken hoe ze dat gaan doen.
En dan, maar tegelijkertijd krijg ik een ontzettende kwaadheid van binnen, terwijl die acteurs het allemaal goed bedoelen. En ook de organisatie, het Nationaal Toneel, ik vind het geweldig dat ze dat doen. Maar ze stelen tegelijkertijd de show, omdat ze gesubsidieerd zijn, en daar gewoon hun dingetje gaan doen. Vindt u een oneerlijke wedstrijd? Ik vind het een oneerlijke wedstrijd ten opzichte van de mensen die het helemaal zelf moeten doen, zoals wij dat ook ons leven hebben moeten doen. En ik begeleid heel veel jongelui. Er zijn er een paar hier geweest. Ja. Dus slapstick. Slapstick, ja. Maar ze zitten allemaal in dat muziektheater, variété, circus. De Aston Brothers hebben met Scala Peter... Variété. Scala Variété, dat is een stichting. Ja. En dat is echt vooral op zeg maar de jongelui, dus die het muziektheater doen. Variété, circus. En waarom maakt u zich met name zorgen om die nieuwe generatie? Nou ja, zoals als... slapstick? Nou ja, kijk, die jongens doen net zoals wij ons hele leven. Dus die moeten het altijd zelf behappen. En ik zou je zeggen dat die shows veel kosten. Dus waar zijn wij altijd op zoek naar geweest? We hebben dat bij Senef Bureau met Matthijs Bongersma de laatste show weer gedaan, een paar jaar geleden. Je zoekt naar een producent die vertrouwen in je heeft. Hè? Dus die dat ja. kan doen. Dat hebben zij ook. Hè? Maar... alles komt toch ook bij dat groepje van die producent, maar ook bij ons neer. En de producent zegt ook niet van, als je niet werkt, krijg je gewoon nog geld. Hè? Zo ga je niet in zee. Nee. En dat is bij andere instanties wel. Mag ook. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje... Maar wat moet er dan nu gebeuren om met name die generatie te kunnen ondersteunen en een soort van toekomstperspectief te kunnen bieden? Nou ja, dat zou je... Ze zouden nu in ieder geval moeten doorgaan. En er zijn hele gezinnen bij, hè? Ook bij de jongens van Slapstick. En je hebt nog zo'n slagwerkgroep per Cossa ook. Dat is geweldig. Het is allemaal internationaal. Hè? Die werken internationaal. Ja. Kunnen nu nergens meer naartoe. En dus ik zou het wel eens mooi vinden, ook omdat ze nog nooit om steun hebben gevraagd, dat nu juist die mensen gesteund worden. Wat fantastisch, uw betrokkenheid bij deze nieuwe generatie. Ja, maar ik word er ook echt behoorlijk kwaad eigenlijk om. Ja, want waarom gaat met name die nieuwe generatie u heel erg aan het hart? Nou, dat kan ik alvast ook zeggen. Het is sowieso bij de overheid, maar zelfs ook bij televisie, hè, een heel moeilijk item, dit muziektheater, variété aan tafel. Ik zei het net eventjes tegen iemand, zoals wij nu rustig kunnen praten en ik niet denk van, oh god, ik zeg geloof ik te veel nu, ik moet opschieten. Dat gebeurt ook bijna niet meer. En een muziektheatergroep of clowns, of die hebben de tijd vaak even nodig. Die kunnen niet een grap pats. Ik hou het bij u weg hoor, want ik krijg in mijn oortje al de hele tijd dat ik moet afronden. Nee, dat is niet waar. Juist dat, hè? Heel goed van je. Ik had je bijna over tafel getrokken, dan maar geen 1,50. Want ja, daar gaan we dan weer. Weet ja, je. Ja, we hebben het hier zelfs. Nee, wat mooi, man, wat mooi. Maar er is ook weinig aandacht eigenlijk, ook bij televisie. Het zijn toch de zangers, cabaretiers, dingen. Maar die groepen die voor ons in het buitenland, hè, dus de Nederlanders mogen ook trots zijn en de overheid. Absoluut. Ook. Dat je in het buitenlands, Jacob Aalbom, heb je daar wat van gehoord? Ik zeg het even eerlijk. Zeg nee, ik ga het heel eerlijk zeggen. Het antwoord is nee. Nee. En Per Kossa? Nee. Erik Koller? Nee. Een van de beste clowns in de wereld. Die werkt bij Cirque du Soleil. Die heeft een hoofdrol daar. Maar is dat slecht voor mij dat ik ze niet ken? Nee, ik vind het niet slecht voor jou, want jij kan er niks aan doen. Nee. Maar, ze komen niet de hele dag op televisie. De televisie neemt daar dus ook niet de tijd voor. En daarom vind ik dus dat die groep, die zouden dus toch ook niet vergeten moeten worden. Tenminste. Vooral in deze tijd niet. Vooral in deze tijd niet. En sowieso niet, maar in deze tijd helemaal niet. Ja. En neem maar eens, wij hebben heel veel voor de nieuwe burgers gedaan, Peter en ik, als Mini en Maxi. Ik weet me nog een avond herinneren, in de Koninklijke Schouwburg stonden we 3 weken. Het was op een zaterdag afgelopen. En toen hebben we de zondag erbij gepakt. Dat was in de tijd van Fortuin, dat er een klein beetje strijd was. Ja, nou. En toen hebben wij gezegd, wij blijven staan en dan nodigen we alle nieuwe inburgeraars uit. En die tent zat helemaal vol. Het is een van onze allermooiste voorstellingen geweest. Maar er zaten 60 nationaliteiten. En wow. wie kan 60 nationaliteiten in één keer pakken? Dat zit in onze stijl. En dat zit ook bij Slapstick, dat zit bij Per Kossa, bij de Aston Brothers. Daar zit dat. De stichting Scala Varieté gaan we in de gaten houden. Hoe zit het met de Hofvijverconcerten? Nou ja, ik zie dezelfde regisseur. Ik heb daar, want dat is natuurlijk nu even mijn dingetje geworden. Dat ik en mensen coach en begeleid en regisseer.
Maar ik heb ook hele mooie dingen mogen maken met Mark Pos. Op de Hofvijver. Ja, dat weet ik. Met het residentieorkest. Ja, prachtig. En de meest gekke dingen, we hebben ze gewoon het water in gekregen. Dat heel veel mensen om ons heen zeiden, je kan dat niet aandoen om die mensen, de ballet, Dutch Don't Dance Division, ja, die daar wel voor openstaan gelukkig. Maar er liepen altijd mensen omheen, dat kan je niet doen in die vieze vijver daar. En Mark Pos stond altijd achter me, hoe gek we ook dingen verzonnen. Ja. En die zorgde dat dat dan wel eventjes toch gebeurde. En dat is mooi. En Karel, ja, nu wordt die man in mijn oortje wel heel vervelend. Ik krijg te horen dat we moeten afronden. Maar jij moest om 6 uur naar huis. Nee, dat is niet waar. Jawel. Namens hoeveel mensen... Ik niet, hoor. Nee, ik ook niet. Blijven zitten. Richard, kan jij met mij verder? Groenendijk. Kom op. Namens hoeveel mensen gaan we tekenen, meneer de Roy? Ja, dat is nou een leuk punt. Ik wil ook dan weer niet overdrijven. Ik zeg in Nederland 100, maar deze mensen... Die komen ook allerlei andere artiesten tegen, die ik ook wel eens tegenkom. Hè. En, in Edinburgh stonden de Slapstick. En dat spreidt zich dan maar uit, daar heb je ook weer contact mee. Maar ik hou het even op Nederland. En dan kom ik eventjes in dat mooie groepje, in die speciale kunst die wij doen, niet verder dan 100. Nou, dat vind ik ben er blij mee. Nou, dat vind ik heel veel. Ja, ik eigenlijk ook. Die zetten we bij de teller. Ja. En het was echt een hele grote eer dat ik dit gesprek met u mocht voeren. Okay. Elleboog, die gaan we gewoon geven. U mag ondertekenen. Dank u. Ja. En, dit laat ik even liggen. Ja. Ja, ook bedankt voor het kort maar krachtige optreden, ja, natuurlijk, met één snaar. Ja, met één snaar. Ja, Vertel over de liefde heette dat stuk. Parlez-moi d'amour, wat ik even speelde. Vertel over de liefde. Vertel over de liefde van ons vak. Okay. Nou, dat is echt overgekomen. Okay. Karel de Roy gaat tekenen namens 100 mensen. En dan komen we op 404.000. Dan mag u daar tekenen. Ja, daar vindt u de stiften in de linkerbak, nieuw. En dan komen we dus op 404.576. Thank you.